It's okay. Okay, there goes €5. You love how I move you. You love how I touch you, my one. When all is said and done, you will believe God is a woman. And I feel it after midnight. A feeling that you can't. Het is maandag 13? 13. 30. Wat? Het is maandag 30 juli. En ik ben bij Emma. Ik was even mijn naam vergeten. Emma heeft een nieuw hairdo. Hallo. Ja, jongens. Blij mee? Ik wilde eigenlijk filmen terwijl ik naar binnen ging, naar de kapper, maar ik vond het een beetje ongemakkelijk. Die vrouw was niet heel erg gaaf. Nee, die vrouw was niet echt zo van, hey! We gaan Barbie kijken. Dus ik mag kiezen. Echt, ze heeft er superveel. OMG. Jongens, is toch fantastisch? En alle Harry Potter, ik wil dit ook. Rapunzel, oh my god. En deze kun je in 3D kijken. Ja, die hadden wij ook. Die hadden wij volgens mij ook. Deze was ook echt... Ja. Dit is nog best wel nieuw. Nieuw-ish, toch? Sinds... Oh nee, 2006. Les, lemmig. Fantastisch om een keer mee te maken. Zullen we het samen doen? Emma en ik gaan een keer samen mermaid zwemmen doen. Ik wil dat echt een keer. Ja? Very het best. Is op camera. Het is officieel. We gaan het een keer doen. Het is vandaag dinsdag 31 juli. En we gaan zo meteen koffie drinken in een nieuw koffieplekje bij ons in de buurt. Wat helemaal niet gunstig is, maar waar we wel blij mee zijn. Want het is waarschijnlijk goede koffie. En je kan koffie meenemen. Dus we gaan uitproberen. Het is nu 9 uur. Well, ga jij koffie meenemen dan? Nee, maar dat kan. Oh, okay. Als we dat ooit een keer willen. Ja. Het is wel leuk dat dat kan. Nee, deze gaat zwaar. Kom maar. We gaan nu. Alsof we op vakantie zijn. Ja. Bewijs aan mama. De tweede keer dat wij met Cooper eventjes op pad gaan. Oeh, mooi. Dat is het, jongens. Nee, wacht. Even zitten? Zit. Kopje. Koppie. De... Liggen. Down. Zo, dat was echt minimale down. Water erbij, Ro. Precies zoals je wilt. Onder de indruk. Jongens, ze hebben echt heel veel smaken. Nou ja, die kennen we wel. Popcorn, pumpkin spice. Heb ik ook wel eens gehad, maar ja. Appeltaart, tiramisu, dat is toch top. Hoi, het is vandaag donderdag. De derde of tweede. Ik ga zo meteen naar Amsterdam, naar Marije. Wat superleuk is voor een dagje. En Marije gaat een zo'n poolvideo filmen vandaag en ik ga gewoon mee om, ik weet niet of ik ben er gewoon bij of ik film voor haar. Dat is het eigenlijk, gewoon gezellig en een beetje foto's maken denk ik ook. Oké, we zijn in Amsterdam en ik loop naar Marije. Haar eerste gevoel is dus dat ze haar verft en ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Volgens mij ben ik er, ergens. Ja, daar is het. There he is. Ik kijk niet. Oh my god. Nee! Ik zie nog niks. Ik zie niks. Great. Nee, ik ben super excited. Oké. Ja, kom. Oké. Oh my god. Ik ben een paarse. Oh my god. I love it. Nee, maar het was 50-50. Wel? Het was 50-50. Ik dacht, nee, 2%. Oh my god. Het is 50-50, precies een screenshot. Oh my god. Doe me even een flip. Oh my gosh. Oh, dit kan wel. We zijn beland bij de 3 graden. Ik wilde acai bowl eten, maar jullie hebben stomme dingen gestemd. Toen moet ik pancakes eten. En ik wil pancakes, ik wil wel een taart, dus ik ben blij. Oh, red velvet. Of rainbow. Is die lekker? Ik heb het nog nooit gehad. Ja, ik ook niet. Zullen we een poll doen? Ja, is goed. Nice. Nice. Oh my god. Oh my god. Oh ja, wacht. Dus pancakes. En French toast. Oké. Het is alweer 3:30, denk ik. Of niet? Ja, het is wel laat al. We hebben net gegeten. We zijn al op weg geweest naar een tas voor Marije. We hebben gefaald. Heel jammer. We zijn naar de... Wat is het nou? We didn't find it. De winkel waar we net waren. Episode. Episode. We zijn even naar de episode geweest. En ik heb een broek gekocht. Ha! Ik mocht niks meer van mezelf kopen, maar... She gefaald. Did it, though. I did. Maar het is... hoe heet die broek van de Adidas? Ik weet niet hoe die heet.
Zo'n trackpants met knoopjes. Een trackpants met knoopjes voor 50 euro. Normaal is die iets van 60, 70 euro in de winkel. Dus in that case, I won. En nu gaan we nog een keer naar een vintage winkel. Ja, en nog naar een andere kijken of ze daar de tas hebben. En anders dan zet ik het uit mijn hoofd en dan gaan we gewoon shoppen. En drinken. Wat we sowieso gaan doen. Want het is heel erg warm. Oké, we zijn even ergens op het strand, want oververmoeid, buikpijn en al. Emma is de volgende pool aan het doen. But living on the edge. Gaan we naar de film of kijken we thuis wat? Zo spannend. Sorry. It's okay. Okay, there goes 5 euros. Oh, oh, dit is zo leuk. Ik vind het echt hilarisch. I always wanted to do this. Go buy a taxi bike or something. Ah! Ik vind dit zo leuk! Het zit ook lekker van. But we are typically Dutch. So. Oh god, daar zie ik. Jongens, dit is toch niet leuk. Ik vind het echt leuk. Oh. Zo, op reis. Geëindigd bij het water met eten. Een mooi uitzicht. Pretty. Het is. Oh, je bent sneller. 10:30. Top. Ga je nou zeuren, Marije? Nou, daar zitten we dan. Alweer, Lois, voor altijd in de bioscoop. Ik heb oprecht spierpijn in mijn bil. Goedemorgen, het is vrijdag. En ik ben al bij Marije. Ik heb daar geslapen. En ik ga even ontbijten. Dan ga ik naar huis. En dan komt Jasmijn. Dus dat is leuk. Oké, jongens, dit is de broek die ik gisteren heb gekocht. And I am very much in love. Wat het ding dus is, de zomer is zo meteen alweer voorbij. En dat betekent voor mij nu niet meer, want ik ben net geslaagd. Maar voor heel veel van jullie dat jullie weer naar school moeten. Dus het leek me leuk om een soort avond- en morningroutine te doen. Zodat jullie een beetje weten hoe jullie fris, uitgerust en toch wel een beetje lekker in je vel de school kan beginnen. Vergeet ook niet voor de rest, voor andere mensen in de comments achter te laten wat jouw ultieme tip is. Om zeg maar lekker gerust en wel de schoolperiode erin te gaan. Want ja, het is altijd wel weer stressvol. Oké, en om dan te beginnen heb ik bij de Ethos weer een berg watjes gehaald. Want die waren op. Hele goede om te weten is dat je elke dag in de ochtend en de avond je gezicht moet schoonmaken. Dus niet alleen in de avond. Wat ik altijd deed, ik deed gewoon lekker in de avond. En dacht, nou, dan is mijn make-up eraf. Het gaat niet alleen om je make-up. Het gaat ook over alle viezigheid die gewoon gaandeweg weg op je gezicht komen. Want zelfs als een dag dat ik geen make-up op heb, dan is mijn watje aan het eind van de dag nog steeds super vies. Ook in de ochtend. Dus 2 keer per dag schoonmaken, dus dat ga ik nu even doen. Dus een half keer lang ga ik challenges doen namens Ethos. Om jullie een beetje te helpen met wat voor producten fijn zijn. En wat jullie gewoon gerust leven door kunnen met mijn tips. We got our Garnier. En die ga je er lekker op. En dan gaan we lekker schoonmaken. Ik ga 2 dingen doen hierna. Wat een mooie angle. Oké, ik ga dus 2 dingen doen. Normaal doe ik een gezichtscreme op. Ik heb er nu een nieuw gehaald van Garnier. Ja, ik ben een beetje Garnier fan. Ik weet niet, ik vind het gewoon chill. Eerst ga ik een maskertje doen. Dus ik heb 2 van Ethos huismerk gehaald. Eentje is een matte, het zijn allebei matte masks. Eentje is met argan oil. En acai berries extract. Ik kan acai niet uitspreken. En eentje is met sea dead sea mineralen. Dus ik zit even te denken welke ik ga gebruiken. Wat ik ook altijd gewoon heel belangrijk vind is om rust te nemen. Ik ben best wel snel uitgeput.
En ik heb gewoon altijd heel... Nou, niet altijd. Ik heb gewoon best wel vaak behoefte om eventjes bij te komen. En even Netflix te kijken. Om eventjes te lezen. Zeker als je dus bijna gaat beginnen met school. Is het gewoon belangrijk om eventjes rust te nemen. Dus op tijd naar bed te gaan. Om lekker eventjes thuis te hangen. In plaats van weer naar de stad te gaan. Of weer ergens heen. Al is het maar heel eventjes weg. Dan ben je toch weer bezig met weggaan en weg zijn. Dus mijn advies is ook vooral om gewoon dan het weekend voor school. Of misschien wel iets langer. Gewoon echt thuis te spenderen. Gewoon lekker in het ritme proberen te komen alvast. Want dat is ook altijd zo. Op vakantie heb je altijd een heel ander ritme. En als je dan ineens in schoolritme moet komen, dan is dat echt bijna onmogelijk. Dus probeer alvast in de laatste week van vakantie een beetje in dat ritme van school te komen. Goed jezelf verzorgen, wat je natuurlijk eigenlijk altijd moet doen. Maar ja, hè? Dus gewoon lekker gewoon genietmomentjes maken voor jezelf. Eventjes lekker kopje koffie drinken of kopje thee. Of een spelletje met je moeder doen of met je zus. Lekker lezen, lekker tekenen. Ik denk dus dat ik de kaars ga doen. Dus die ga ik nu doen. Dan doe ik die andere een andere keer. Dus ik ga deze doen. Ik heb net mijn gezicht schoongemaakt. Dus dat is ook op een gereinigd gezicht. Oké, dit laat je 10 minuutjes tot 15 minuutjes op je gezicht zitten. Dus ik ga zo meteen even serie aanzetten. En dan ga ik gewoon lekker zitten. These girls trying to lock me down and I always up and leave. But for the first time in a while. Nou, dan lekker wit gezichtje. Hi. Oké, dus ik moet nu een kwartiertje wachten. Aan de hand? Niks hoor. Waar is de verband erom? Verband? Ik wil eigenlijk weer vanaf het begin kijken. We gaan gewoon Teen Wolf vanaf het begin kijken. En ik bedoel niet dat je zeg maar in je laatste vrije weekend een serie moet gaan binge-watchen, maar... Even lekker ontspannen. Dat kan zeker. Nou, even lekker kwartiertje gewatst. Gewatst. En nu ga ik het afspoelen. Laatst wat ik ga doen is even die crème opsmeren. En dan zijn wij klaar. En het kan dus, dit kan dus ook als een masker. Dag, nacht en masker. Maar wat dus heel fijn is, is dat het dus dag en nacht is. Lekker ingesmeerd. Mensen, ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en eventjes te abonneren. Iets leuks in de comments achter te laten. En dan zie ik de volgende week alweer. Doeg!